Enes, je speelt gelijk hier vanmiddag met 1-1 tegen PEC Zwolle. Hoe sta je hier? Ja, met een slecht gevoel natuurlijk. Teleurgesteld. Ja, je staat hier voor eigen publiek. Je bent eigenlijk 90 minuten dominant en dan speel je 1-1. Dat is gewoon niet goed. Ja, en als je naar de statistieken kijkt en het spelbeeld, zijn jullie wel degelijk of wel duidelijk in het voordeel. Hoe heb je dat in het veld beleefd? Ja, ik denk precies hetzelfde als statistieken. We waren constant aan de bal. We hebben eigenlijk de hele tijd op hun helft gespeeld. Heel veel kansen gecreëerd, maar die scoren we niet. En even los van het resultaat, hoe kijk je dan naar de rest van de wedstrijd vandaag? Ja, het is moeilijk om los van de resultaten te kijken. Ja, wat ik net zei, we zijn 90 minuten dominant. We creëren heel veel kansen alleen. Ik denk dat dat vaker in het seizoen tot nu toe is geweest. We moeten ze afmaken. Als we al die kansen afmaken, winnen we hier 5-6-1. En dat is niet alleen deze wedstrijd zo, maar meerdere wedstrijden zo geweest. Dus dat is iets waar we ons in moeten verbeteren. En is het nou een voordeel dat je dinsdag gelijk de volgende wedstrijd hebt? Of hoe leef je daar nu naartoe? Ja, je moet gewoon weer door. We moeten een positief punt hier uitpakken en eigenlijk zo snel mogelijk ons klaarmaken voor dinsdag. Want dan staat er weer een zware pot voor de boeg. Top, dankjewel Enes.